In deze video heb ik voor jullie 5 verschillende creative maps die ongelooflijk vet zijn. Ja, we gaan natuurlijk binnenkort Creative 2.0 krijgen, maar er zijn nu al een aantal creative maps die zo vet zijn dat ze zomaar uit Creative 2.0 hadden kunnen komen. Dus laten we gewoon maar meteen naar de eerste map gaan. Dit is Overgrown City van, even kijken, 5 Walnut. Je ziet het al een beetje, maar laten we gewoon gaan starten, de game starten. Dan kunnen we wat meer gaan rondlopen en kijken hoe deze map eruit ziet. En hier zie je, dit is de map Overgrown City. En het ziet er heel erg vet uit. Kijk dan. Die grote bomen en die hoge torens. Deze persoon heeft hier zoveel tijd in zitten. Dat kan haast niet anders. Wat zit er achter me? Even kijken, helemaal niks. Het kan zijn dat mijn FPS trouwens wel minder is. Dat komt puur omdat ik alles op ultra moest zetten. Anders zag het er niet uit. Trouwens, even tussendoor ook nog. Loop even hier naartoe. Druk even op E en speel hier even te veel gevraagd in. Hashtag ad. Zou ik super tof vinden als iedereen dat eventjes doet. Maar ja, daarvoor zijn we natuurlijk niet bij deze video. Ik wil natuurlijk even kijken. Helaas kunnen we niet verder lopen dan dit. Ik weet niet waarom die dat gedaan heeft. Maar ik had graag daar naartoe gevlogen om even te kijken. Maar misschien als we er naartoe vliegen, dat het er dan wat raar uitziet. Dus ik snap hem misschien ook wel een beetje. Maar in ieder geval, hele dikke shout-out naar 5 Walnut voor het maken van deze geweldig vette creative map. Want dit ziet er echt heel ziek uit. Ja, dan zijn we weer aangekomen in de tweede map. Namelijk de Runner 2 Jungle Travel, gemaakt door Takey. Dus laten we ook deze eens eventjes gaan starten en kijken wat we hier moeten doen. Dit is wat meer een map waar je ook echt wat kan doen, want de vorige map konden we alleen kijken. Maar hier kunnen we ook echt gaan lopen. Ik heb geen idee waar we naartoe moeten. Volgens mij moeten we hier langs. Ik heb geen idee. Oh, hier. Start. Oké. We moeten dus gewoon gaan rennen. Dat is het enige wat we moeten doen. En we moeten naar de overkant zien te komen. Sorry als er een paar kleine lagspikes zijn. We moeten gewoon deze kant op. Oh, ik dacht dat we de boom moesten schieten. Ah! Oké, dit werkt. Oké, dit werkt. Oké, mooi. En dan moeten we hier overheen. Examen. Ja, ik moet hier wat mee. Wacht. Als ik zo doe, boom. Kan ik nou eroverheen lopen of zo? Kan dat? Dat kan. Oké, dat had ik denk ik moeten doen. Of misschien dat het altijd al kon. Ik heb geen idee. Maar ik heb ook... wat moet ik nou doen? Oh, ik moet deze kant op, denk ik. Ja. En dan moet ik hierop. Ja. Oh, nee. Oh, huh? Dit is glitch. Oh, oké. Heb ik mezelf gesaved? Kan ik hier nog opkomen of zo? Nee, ik denk dat het klaar is. Oké, deze map is best wel moeilijk. Maar ja, ik wil natuurlijk gewoon kijken hoe de map eruit ziet. En voor de rest maakt het me eigenlijk niet heel veel uit. Ik val weer dood. Ik ben zo noob. Maar moet je even kijken naar hoe dit er überhaupt uitziet. Dit is toch ziek hoe dit gemaakt is. Het ziet er gewoon heel mooi uit. Maar laten we hier naar de overkant gaan. Ja, nice. En dan moeten we dus naar rechts, niet naar links. Oh, we moeten gewoon deze kant op, zo. Oh, je kan niet omhoog. Oh my god, oké. Nou, blijkbaar ben ik, ik wilde zeggen te goed, maar het is al best wel lastig om dit Hoezo? Oké, deze map heeft nog wel wat bugs zo te zien. Maar het ziet er wel echt heel ziek uit. Maar ik wil wel even wat verder komen. Ik ga niet helemaal aflopen, daar heb ik helemaal geen tijd voor. Maar als het goed is kan ik... Nee! Ik heb mezelf gesaved. Nice. Oké, nee! Ik wil daar niet op. Maar ik denk dat we de map ook wel gezien hebben. Jij kan wel de hele map gaan lopen. Ik moet het kunnen... Oké, ik kap ermee. Laten we doorgaan naar map nummer 3. Ja, we zijn nu op de map Fast Parkour van Neverty 7. Of 7, hoe je het ook wil noemen. Dus laten we gaan starten en kijken wat we hier moeten doen. Ik denk dat we gewoon moeten parkouren. En laten we ook vooral kijken naar hoe de map eruit ziet. Want dit is sowieso al wel ziek. Die zon is, die standaard, maar nice. Het ziet er wel heel nice uit. Laten we gaan beginnen met parkour en let's... Oké, waarom heb ik die snelheid opeens? Ik had die snelheid niet verwacht. Oké, dat ziet er weer heel noob uit. Maakt er niet uit. We moeten hier overheen springen. Let's go. En we moeten zo snel... Moet ik hier omhoog dan of zo? Oh, ik moet hier omhoog. Oké, dat is het. Maar dit is dus een map waarbij je dus moet parkouren. En niet dood moet gaan. Dat is eigenlijk het hele punt. Maar moet je even kijken om je heen. Dit ziet er toch vet uit? Dit is heel ziek. Laten we eens kijken hoe ver we kunnen komen zonder dood te gaan. We zijn natuurlijk al een keer dood gegaan. Maar we komen nu best wel ver. Moet die kant op die pijlen? Ik wist helemaal niet dat het kon in Fortnite, die pijlen. Maar er staat dat ik daarheen moet. Maar blijkbaar moet ik eerst deze kant op. En dan deze kant op. Let's go. We kunnen door. Oh, nee. Oh, ik heb het gesaved. Heb ik deze... Oh, nu heb ik het pas gepakt. Ik had hem nog niet gepakt, de checkpoint. Maar nu hebben we hem. Nu moeten we die kant op. Of moet ik die kant op? Ik weet het niet. Volgens mij moet ik deze kant op. Let's go. Daar val ik dood. Wat is dat voor een... Misschien dat ik daar niet heen moest. Ik weet het niet. Nou, in ieder geval. Deze map ziet er ook weer heel ziek uit. Of we moeten hier omhoog, denk ik. Oh, hier moeten we heen. Oh, duidelijk. Oké, en dan moeten we vanaf hier omhoog of zo. En dan moeten we hier weer omhoog. En dan moeten we hier omhoog. Denk ik, of zo. Ik weet het niet. Oh, moeten we hier omhoog. Dat is het. Ah, oké. En dan... Dit voelt best wel clunky. Maar... Oeh, als je weet waar je heen moet, dan kan het nog best wel vet zijn.
Oké, laten we dan snel hierheen rennen. Ah, oké, nice. We hebben hem. En nog hoger. Nee, oké, ik val dood. Alright, deze map hebben we ook wel gezien. Maar ook dit ziet er heel ziek uit. Maar de volgende map, ja, misschien heb je het al in een thumbnail gezien, is misschien wel de vetste die ik voor jullie heb in deze video. Ja, we zijn nu in Fortcraft Gun Game van Jeremiah 2005. Dus deze persoon die het gemaakt heeft, die is, wat zal het zijn, 17 jaar. Dus laten we gaan starten en kijken hoe deze map eruit ziet. Want jawel, dit is als het goed is een Minecraft... Jawel, het is een Minecraft map. Ik zie het nu al. Ik zie letterlijk een creeper staan. Kan die ontploffen? Kan die creeper ontploffen? Nee, de creeper ontploft niet. Dat is dan weer jammer. Maar dit is dus gewoon Minecraft. Echt, hoe ziek is het dat het kan in Creative 1.0. Ik wilde zeggen 2.0, maar dit is letterlijk Creative 1.0. Met hierbij een kip en een schaap en een creeper en een enderman. En we hebben hier ook koeien. We hebben hier van alles. En je kan hier dus gun gaming spelen. Trouwens, alle linkjes of alle codes zullen in de beschrijving staan van deze mappen. Dus dan kan je het zelf ook rustig even checken en even spelen en noem maar op. Maar deze map, kijk hoe vet het eruit ziet. Dus even kijken of we ook nog iets anders kunnen... Ik zie daar ook een portal volgens mij. Ik zie daar iets paars. Ja, daar is een portal. Laten we dit huis eerst eens even ingaan. Hoe ziek is dit huis? Even kijken. Kunnen we omhoog hier? Werkt dit? Kan dit? Oh ja, de ladder werkt gewoon. Oh wauw. En dan lopen we hier weer weg. Hebben we ook chests of zo die we kunnen openen? Ik denk het niet. Maar sowieso, dit ziet er al heel erg vet uit. En straks als Creator 2.0 uitkomt, dan kunnen ze ook echt deze karakters laten animeren. Kunnen ze deze schapen laten lopen. En hier kunnen we naar de underworld gaan, oftewel de nether. Als het goed is, jawel, dit is de nether. Wat ziek met lava. En met we kunnen weer terug naar ons huis gaan als we willen. Oh, niet doen! Wat is dit? Daar is een huis. Kunnen we naar huis gaan? Maar hier zijn we toch net van geweest. De portal runes. Ja, hier zijn we net al geweest. Oké. Okay. Maar er is daar dus nog een portal. Laten we daar eens heen gaan. En we moeten niet in de lava gaan staan. Want dan zijn we denk ik direct dood. Ah. Nou oké, okay, we zijn niet dood. Dit werkt ook. Prima. Dan gaan we naar ons huis. En dit is ons huis. Oh, we hebben chesten. Kunnen we die openen? Nee, we kunnen geen chesten openen. Wat zonde. Nou ja, je kan dus nog niet alles doen. Maar dit is dus blijkbaar ons huis met een hele... Wat is dit voor een random schilderij? Maar dit is dus wel echt heel ziek. Je kan blijkbaar dus eigen schilderijen ook maken in Fortnite. En alles gewoon hierin gooien. We hebben ook nog... hier basement zijn we al geweest. Maar we kunnen nog omhoog. Dus kijken hoe dit eruit ziet. Oh, we zijn gewoon in ons huisje. Oh, we zijn letterlijk weer in de wereld waar we net waren. Alleen waren we nog niet in het huisje geweest. Nou, dit is in ieder geval de vierde map. Laten we doorgaan naar de laatste map. Ja, we zijn in Railroad Rampage gemaakt door Coolie Sushi. Dus laten we starten met deze map. Want dit is ook een minigame. En deze is ook heel vet. En heel creatief gemaakt ook. Ik heb deze al een beetje gezien. Dus daarom weet ik wat eraan gaat komen. Maar laten we gewoon kijken hoe goed ik hierin ben. Want het is best wel vet. We zijn dus op een trein. En we moeten door die trein heen gaan lopen. Dat is eigenlijk het hele doel. En terwijl we dat doen, komen allerlei obstakels tegen. Dit ziet er toch vet uit. Maar de reden waarom ik deze map zo vet vind ook nog, is omdat, jawel, het lijkt te rijden. Moet je kijken. Maar wat er dus gebeurt, en wat veel mensen niet weten, is dat het niet dit object rijdt. Nee, deze vloer, die is aan het bewegen. Kijk maar naar dat eiland daar. We bewegen ten opzichte van dat niet. Maar als je hier naartoe kijkt, dan rijden we opeens. Het is heel ziek. Laten we eens gaan lopen en... Oh, en mensen killen. Let's go. Oh, ik ga niet helemaal af. Oh, waar zit iemand? Hier beneden. Oké, let's go. Die is ook down. Maar dit ziet er toch vet uit. Het lijkt net alsof we heel hard aan het rijden zijn. En we moeten dus alle mensen killen. En dan uiteindelijk helemaal aan het einde van de trein komen om die vervolgens te stoppen. Lijkt bijna zo'n James Bond film. Oké, die is ook dood. Let's go. Ja, we kunnen proberen te rushen. Kijken of dat lukt. Hoe ver we komen door gewoon te rushen. Oh. Ja, nee. Je gaat me niet killen. Nee. Je kan er gewoon letterlijk langs heen rennen. Dus deze minimap is niet helemaal huff de proof, denk ik. Oh, nee. Oeh, dat is wel heel veel damage die ik opeens krijg. Ik ga gewoon rennen. Ik blijf gewoon rennen. Yo, stik erin. Ik ga weg. Nee, blijf. Kijk hoe ver we kunnen komen zonder dood te gaan. Sterker nog, ik zie niks. Ik zag letterlijk niks meer daar. Waar worden we gerespawnd? Oh, we worden in de trein gerespawnd. Ik kan het gewoon niet zien. Ik kan gewoon niet zien waar we zijn. Maar ja, ik denk... Oh, we worden... Wat is dit voor iets raars? We worden steeds verder gezet. Nou ja, deze map is duidelijk niet zonder bugs. Oeh, daar werden we bijna geraakt. Maar dit ziet er toch vet uit, dames en heren. Oké, we hebben het gered. We moeten dus echt oppassen voor die palen die dus komen. En let's go. En we rennen gewoon door. Het lijkt net alsof we dus... Niet dood. Maak me niet dood, alsjeblieft.
Oké, maar het lijkt dus net alsof we aan het rijden zijn. Maar ja, nogmaals, wij zijn niet aan het rijden. Het is echt de map die om ons heen beweegt. Dus het is echt zo'n illusie. Oh, ja, we kunnen hierop. Nice. En dan volgens mij zijn we op het einde. We gaan deze map gewoon afmaken. We lopen hier door. Let's go. We redden. Oh, ik blijf gewoon doorrennen. Ik ga niks oppakken. Ik wil gewoon snel door. En oh, moet je kijken hoeveel er te zijn. Holy crap. Nee. Nee, 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 nee. Ga weg, ga weg, ga weg, ga weg. Nee, oké. Dit was niet meer te houden. Maar ik denk dat jullie al snappen hoe deze map in elkaar zit. Ziet er dus heel vet uit. Dit waren dus alle 5 de creative maps die zomaar uit Creators 2.0 hadden kunnen komen. Abonneer even op het vulgvraagbelletje aan. Klik op de video die nu in beeld komt. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Ciao.